Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. En in deze video ga ik weer een keer miners doen. En ja, ik heb dus zoals je hier wel kunt zien 363.000, oh nee, 363 miljoen dollar. En dat is genoeg voor mijn volgende rank. Dus dat gaat ook zeker gebeuren in deze video. Dan ga ik zeker slash rank up doen. Maar ik zal eerst wel even laten zien hoe ik deze 360 miljoen heb gekregen, zeg maar. En deze beacon heeft er niks mee te maken, maar dat maakt niet heel veel uit. Oké, hoe heb ik dit gekregen? Nou, als eerste heb ik gewoon de hele tijd gemined bij slash warp Q. Dat is hier. Ja, kijk, daar was hij al. Het is op zich wel een goede mine, maar hij is niet super geweldig, zeg maar. Je kunt, ja, het is een hele goede mijn, maar het is jammer dat hij heel klein is, zeg maar. Dus ja, daarom is het een beetje jammer van deze mijn, maar nou ja. En daarna heb ik ongeveer de tweede helft of zo gedaan bij slash warp O. Deze mijn is op zich beter, want nou ja, hier kun je zomaar alle diamanten en emeralds eruit pakken. En de lapis kun je dan nog meenemen als extraatje, zeg maar. Nou, het is hier best wel makkelijk om gewoon dingen te minen, zeg maar. Zeg maar. Ik zeg heel vaak zeg maar, omdat ik zeg maar kan zeggen. Ja, dat kan ik nu. En dan wil ik ook het heel vaak zeggen, ja? Oké, mooi. En dan, waar verkoop ik mijn spul? Dat is op Warp Plot. Namelijk, hier zoals je nu naar voren toe loopt. En dan hier naar links. En dan dit grote gebouw met dat gouden, met de gouden blokken, zeg maar. Oké, hier staan nu miljarden botjes. Oh, ja, deze is nu dood. Oké, deze shop is nu kapot. Oké, ja, dat kan ook. Nou ja, tot voor kort verkocht ik mijn spullen hier. En ik wil nog even wat anders laten zien. Want ik denk dat jullie die video wel hebben gezien met mij en Apjuks. We hebben Skywars gespeeld. En nou wil ik even naar zijn mooie winkel. Tje. Kijk hoor. Volgens mij is hij hier. Ja, ik ren volgens mij compleet de verkeerde kant op. Maar dat maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Kijk, als je nou die grote toren ziet met het varken erop. Grote toren met varken erop, alsjeblieft. Daar, grote toren, daar staat een varken op. Ja, daar is het varken. En dan is dit, deze mooie mijnactie. Dit is het plotje van... Apjuks, ik weet het nog steeds niet. Ah, dan ben ik toch slecht, jongens. Op zich niet verkeerde prijzen. En ja, dus ik zou hier gewoon lekker je spullen gaan verkopen. En hij heeft ook kits van VWX. Die ga ik natuurlijk niet kopen, want dan kan ik niet rank up doen. En hier beneden heeft hij al zijn kistjes staan. Waar ook al het spul dan in zit. En dan is hierachter, nou ja, nog even een muurtje. Hey! Hij heeft mijn pumpkin er al neergezet. Mooi in het midden. Oké. Okay. En hier kun je dus even een... maybe kom je op de friend wall. Dus je naam op een item zetten en dan gewoon in deze hoppers gooien. En dan kom je misschien wel op de friend wall. En ja, volgens mij is hij verder nog niet echt klaar met het maken van zijn plot. Maar ja, het ziet er al best wel nice uit, vind ik. Dus... ga ook zeker op hem abonneren. Hij heeft ook een YouTube kanaal met allemaal Agario video's. Vet leuk en zo. En dan ga ik wel weer even naar mijn eigen plotje. Plot home. Nou, ik vind het op zich een mooi ingericht plotje. Het huisje moet nog even wat groter. En er moet nog meer ondergronds doen natuurlijk. Maar ja, dat kan nog wel. En ja, de farm die leeg ik eigenlijk nooit. Daar heb ik nooit zin in. Nou ja. Heb ik ook wat nieuws in mijn brievenbus... Nope. Oké, laat maar dan. Ja, ik ben hier eigenlijk een hele tijd hieronder nooit geweest. Ik bedoel, ja, ik doe er niet heel veel mee. Dus, wat is het eigenlijk allemaal? Chain armor. Woe, allemaal chain armor. Enchanted bogen. Ah, hier zitten wel goede bogen tussen op zich. Dia armor. Nou ja, niet echt heel bijzonder of zo. Zit hierin? Niks. Enchanted swords. Gold armor. Oké, okay, random 1 piece of gold armor. Waarom ook niet? Maximus, gekild door mij. Wow. En armor gekregen van Jammers voor 80 euro. Nou ja, toch grappig. En dan nog wat extra VWX en free spul. Ja, toen heet het nog free. Nu heet het Mine King. Dus
Dat is op zich wel nice. YZ heb ik wat spul van. Deze bijna dood, maar oké. STU. Hoezo heb ik de nieuwe... Oh, de nieuwe STU bestaat hiervan niet. Oké. Sturkit. Ja, nou ja, boeien. VWX. Ik heb de hele oude VWX. En nog wat extra VWX spul. Dus dat is wel nice. En nog wat overige prups. Op zich niet echt heel erg bijzonder wat hierin zit. Nou, ik denk, ik laat het weer even een keer zien, want het is best wel lang geleden dat ik dat heb laten zien, volgens mij. En ja, wat heb ik hierboven dan nog? Gewoon een enchantment table, zeg maar. Hier moeten nog wat meer bookcases bij, maar ja, die moet ik dan eerst weer helemaal maken en heb ik er meestal zin in. Hier zit random heel wat beef in, geen idee waarom, maar oké. Okay. Die en plantjes. Ik zal even mijn kitje doen, want dan kan ik wel even slash kit stu, als het goed is. Ja, kijk, daar is hij weer. Kijk, hier zitten dus allemaal kit PQR. Ja, hier is STU. Dan vul ik hem even een beetje op. Want soms dan heb ik nou ja, wat dingen weggehaald, zeg maar. En nou ja, deze kan ik dus nu niet opvullen. Nou ja, zo wel. Zo, dat is MNO. Dat is niet STU. Nou, zo dan. Huppatee. En dan nog die. Die. En die. Nou, dan heb ik flink wat armor en wapens hier. Dus dat komt dan helemaal goed. En hierboven heb ik nog een random farmpje, zeg maar. Ja. Op zich niet een hele verkeerde farm hoor, maar nou, ook niet geweldig. Dit is iets beter. Maar nou ja, laten wij maar rank up gaan. Ik denk dat dat gewoon het beste is. Dus laten we dat maar nu doen. Oké. Okay. Komt-ie. Wie is er allemaal online? Wie krijgt te zien dat ik rank up ga? Easy, Douwe en Stitchy krijgen het te zien. Wat is mijn ping verschrikkelijk? 116 ping! Oké, okay. Leuk. Ik heb meestal 12 ping, maar toppie. Goede verbinding hebben we hier, jongens. Oké, okay. Nou, daar gaan we. Ik zet hem alvast klaar. Nee, dat is trouwens niet handig. Oké, okay. 3. 2. 1. Rank up! Oh, yes, yes, yes! Nice, we zijn rank T! Didi! Oké, laten wij naar slash warp T gaan. Oh, slash XD, nee, dat bestaat niet, nee. Oké. Okay. Op naar T. Kijk hoeveel geld ik nog heb, dames en heren. 700.000. Woehoe. Oké, wat is T? Hier was ik al een keer geweest, volgens mij. Aan het beginnen met teleporteren. Ja, ja. Een rank-up kost 500 miljoen. Tenminste, dit boorplatform komt mij heel bekend voor. Ik weet niet waarom, maar oké. Okay. Pylon 1. Pylon 2. Waar zijn de mijnen? Dat vind ik een beetje belangrijker. Hier is een enchantment table. Oké, daar heb ik niks aan. Hier ook namelijk een enchantment table. Dus een beetje vreemd. Ik ga wel naar beneden. Misschien is het beneden. Hier is iets. Mining. Ja, daar moet ik heen. Oké, okay. Volgens mij hij was heel slecht, zeiden ze, dus ik ga wel even kijken. Volgens mij heb ik deze mijn al eerder gezien, maar zo slecht is deze toch ook weer niet. Ik bedoel, het is een mega mijn, er is op zich best wel veel spul. Ja, goud en iron is een beetje jammer natuurlijk, maar het is niet heel verkeerd, dacht ik. Kijk, hoe diep gaat deze? Nou, dat is, ja, er is flink genoeg spul in ieder geval. Kunnen we wel even een stukje gaan mijnen. Waar komt dat licht vandaan, joh? Huh. Er komt ergens licht vandaan, maar ik weet niet waar vandaan. Ja, die glowstone daar, maar... vreemd. Is hij nou net... Oh, ik dacht echt dat hij net veranderd was. Maar nee, dat was niet zo. Ja, op zich, er is heel veel verschillend spul hier. Het is een beetje jammer, maar... Het is ook niet heel verkeerd, vind ik. Ik bedoel, het is eigenlijk gewoon... rank warp Q, maar dan iets beter. En met iron nog.
Ik denk dat ik hier wel even blijf gaan mijnen. Tot, nou ja, u waarschijnlijk. Kijk daar, waar komt dat licht nou vandaan dan? Want Apex zou me ook. Oh mijn god. Zou mij dus helpen om naar rank U te gaan. En nou ja, daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. En hij zei dat Warp U wel op zich wel nice is. Hey, over Jelmers gesproken. Hey, wow. Hey. Doei. En nu zijn er opeens allemaal andere mensen online. Wow. Nice. Kijken. Ja, het gaat op zich wel snel. Je kunt ook gewoon alleen voor deze grote batches gaan. Ben T. Oh. Wauw. Ja, dan, ik denk dat je hier wel op zich goed kunt mijnen. Oh, blijft toch wel beter, denk ik. Maar ik denk dat ik hier eerst even, nou ja, twee inventories of zo gaan mijnen. En dan gewoon verder gaan met O. Ik dacht echt dat dit hetzelfde was dan als S. Kijk hoor, 6 warp. S. Nou ben ik even benieuwd. Want het komt me zo bekend voor, deze. Oh nee, dat is deze. En warp R dan? Huh. Nou begin ik te twijfelen. Nou begin ik gewoon echt te twijfelen. Waarom komt me dit zo bekend voor, joh? Welkom bij mijn R. Dit is mijn R. 6 warps. Ja, dit klopt allemaal. 6 warps 2. 6 warp S1. Nou ja, ik weet niet waarom ik dacht dat ik het al eerder had gezien. Ik echt zo'n geval van een déjà vu dan, denk ik. Maar, nou ja, in ieder geval hoop ik jullie allemaal te zien bij een volgende video. En tot de volgende keer.